In één keer. Wat leuk! Dat zijn jullie er zijn! Bij een nieuwe uitreiking! Weet namelijk wat erin zit! Ik weet wat hierin zit. Oh ja, gaan we dat niet gooien? Jawel! Hey, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van wie? De Scovillains. Ik vind het altijd een beetje eng. Ja, dan moet je het zelf doen. Oh, nee, ik heb geen zin in. Goed, nou goed. Welkom! Ja! Bij ons. Bij TJ en Dennis. Bij TJ en Dennis. Wie is wie? Jij. En vandaag, ik vermoed iets van een hot sauce en dat gaan wij beoordelen op hoeveel punten? 3. Ja. Niet altijd hetzelfde. Niet 1, niet 5, maar 3. 3. Ja. 3 verschillende punten, maar wel altijd hetzelfde. Zo raar zoals dat. Hoe pittig is het? Hoe pittig is het? 3 verschillende punten. Hoe pittig is het? Wat vinden wij van de smaak? En hoeveel gaan we ervan zweten? Ja, zeker. En als je voor de eerste keer kijkt en je denkt, oh, ik wil dat wel vaker zien of zo, ik wil me abonneren, nou dat kan. Ja, daaronder. Klikken op het ding, ons abonneren, YouTube-kanaal. Vinden we leuk. We moeten er nog echt, super. Echt heel veel over. Volg ons op Facebook, Instagram en die ene, hoe heet je? Ook die. Gewoon doen. We hebben dus het scherm tussen zitten, dus ik kan het niet. Ik kan dat kan wel trouwens. Wij kunnen dit hier doorheen doorgeven. Ah, wat denk je dat het is? Ik denk iets pittigs. Wat? Ik denk iets pittigs. Je weet het altijd. Je raadt het altijd. Ja. Mooi ingepakt ervan. Ja. Van onze vrienden van Heat Supply. Het is van de Hot Ones serie. The Last Dab Apollo. Of zoals ze in Spanje zouden zeggen, Apollo. Goed, is met kip. Made with the Apollo Pepper, dat is die peper die Ed Curry heeft ontwikkeld. Ik heb een keer een Carolina Reaper gegeten. Die zit tussen de 1,6 en 2,25 miljoen. Ja. Deze saus claimt 2 miljoen plus Scoville Heat Units te hebben. Hier zit dus ook de Apollo peper in. Je weet het echt goed te verkopen ook. Hier! Ik weet niet eens of ik een beeld zet. Ja, vinden. Maar dit is wel ongeveer waar het zit. We hebben dus de Balm Insanity gedaan. Die kan je daar voor zien. En daar hadden we dus dat Afterburn supplement genomen. Ja, die hadden we moeten bewaren. Ja, en dat deed fysiek pijn. Zeg maar zeker 48 uur. Ik heb daarvan serieus gewoon bang moeten liggen. Ik heb er zin in. Ik huil van binnen. Ik heb DJ helemaal. Want ik heb niet steeds zin. Die stilt voor de storm dit. Oeh, ik hou er niet van als saus dat doen. Oh, hij ruikt wel lekker. Dit al je neusharen zijn weg. Ja, weet ik. Eén keer. Ik had daar een snor, een heel grote. Ik ben zweetrating. Nee, serieus, hier, ruik dit. Ik ga gewoon het scherm heen. DJ, ruik. DJ, ruik dit. Je gaat gewoon zweten door de geur al. Oh, ik krijg gewoon helemaal kippenvel. Kippenvel, kippenvel! Nou, kom maar dan met je ellende. Heftig. En je hebt schoon lepels kunnen pakken. Nou, dat niet uit. Mooi. Oké, dit is te veel. Dit is veel. Wil jij een beetje van mij? Nee. Nee, dit is helemaal voor jou. Good luck, Chuck. Misschien is het veel minder erg dan we denken. Hij ruikt wel echt heel lekker. Ja. Kijk maar. Oh, ik heb wel meer. Ja, dat is hartstikke fijn. Meer heb ik ook groter. Nou. Heel veel citroen, ziek of zo. Maar meteen ziek. Ja, maar ook bitter. Hoe? Bitter. Ik heb dat meteen altijd, met die hele hete saus. Gewoon bitter. Wel veel smaak voor een hele hete saus. Ik ga echt meteen zweten. Ik durf morgen niet naar het toilet, dat kan ik je wel vertellen. Ik zou deze stoel even afspuiten buiten. Ik ga wel het toiletpapier in de vriezer leggen. Ja, hij is wel heet, maar... Ik vind deze tot nu toe niet heter dan de Balm Insanity. Nee, dat... Ik vond de Balm Insanity heeft 135.600 Scoville Heat Units. Ja, maar wat dan? Alleen, ik weet niet, hier zit volgens mij geen extract in. Hij is wel echt heel heet. Ik ga dan mijn tong van de donorlijst afhalen, denk ik. Die kan je echt niet meer gebruiken over een tijd. Wat kleur heeft hij? Woe! Ja, dit is wel een venijnig sausje dit. Ja. Toch? Ja, die lepels ga ik weggooien. Op de kippering dan maar. Oh ja, dat moet toch een. Dude. En nu moet ik net een doodje doen. Nee hoor. Ja, dit wordt geheid op de bank, zo direct. Ik heb overal zweet.
Ik heb traanogen. Echt, ik heb slijm. Ja. Nou, dat is ook pittig. Ja. Kan jij nog lezen? Ik kan wel lezen, maar ik zie niet zo goed wat er staat. Ja, ik heb wel eens in Turkije, op het strand gelegen met 50 graden. Heb ik me ingesmeerd met olijfolie. Naast een vulkaan. En dat was niet zo heet te doen. Maar ik blijf zeggen dat de Bomb Insanity is heter. Venijniger. Ja, dus, maar dan klopt die Scoville Heat Dune aanleiding niet. Ik begin ook moeilijk te praten met mijn tong. Stop er gewoon mee. Dan ben ik gewoon af. Goed. Mag ik beginnen? Dan kan ik erna weg. Ja. Goed. Pittigheid. Volgens mij gaf ik de Bomb Insanity 9,5. Nee, 37. Oh ja. Dit is een 9,2. Dit is een 9,2. Ja. Jij zweet, maar ik zweet helemaal op kleur. Zweetratingen echt al 7,8. De smaak. Ja, ook. Ja, meer dan. Voor mij, de Bomb Insanity heb ik echt een 0. Nee, gegeven, dat slaat helemaal nergens op. Hier zit genoeg smaak aan om er gewoon een 3,2 te geven. Top. Ja, nou ja, inderdaad. Pittigheid een dikke 8. Wat moet ik doen? Sorry. Een beetje zweethanden. Smaak, ja. Hij is wel heel smaakvol. Het is vooral pepers. Ik weet niet eens wat er voor de rest in zit eigenlijk. Lava, som. Smaak en ja, toch echt wel 3,5. Lekkere saus. Zweet een 4. Ik kan het niet tegenhouden. We moeten ook denk dat we ook een 4e rating, we kunnen ook een snot rating. Dat misschien ook wel goed. Ja. Snot, 11. Conclusie. Echt een hele hete saus. Bedankt mensen van Heat Supply voor het opsturen van deze sausen. Nogmaals, hele hete saus. Wel heel smaakvol. Ja. Ik denk dat die overal bij kan. Ja. Kibbeling was goed. Ja, kibbeling is zeker goed. Ja. Over de hot wings. Ja. Absoluut proberen. Popcorn, ja. Suikerspin. Lekker. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Wij vonden het leuk dat je er was. Daaronder. Wij gaan weer op zoek naar andere hete sausen. Kun je niet volgen op Instagram, op Facebook en... Tita. Wij gaan naar bed. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer en stay spicy. Doei. Later.